De confetti, het vuurwerk, het feestje, één keer een goede kaart krijgen. Het is wel gewoon een soort van gokken. Ik merk wel dat je er uiteindelijk niks aan hebt. Het is in een opleving is het heel leuk. Het is heel eng. Het is heel eng, want ik weet hoe het werkt, maar het werkt op mij ook. Want FIFA, dat is echt puur wat meer gokken, hè? Want dan weet je niet wat je krijgt. Dit is zo'n basisgevoel in mensen van, oh, nog één keertje. Zoals je weet. Oeh, te lat. Oeh, die zit erin. Ja hoor, het eerste doelpunt van de wedstrijd. Even een lekker potje gamen. Kan geen kwaad, zou je denken. Radar sprak een aantal jonge FIFA-spelers die heel veel geld betaalden voor lootboxes. Een pakketje waarmee je spelers kunt krijgen. Probleem met die lootboxes? Je weet nooit wat erin zit. Rami Ismail is zelf ontwikkelaar van games. En niet zonder succes. Zo won hij in 2018 nog de Internationale Game Developer Award. Rami ziet flinke manipulatie van koopgedrag achter deze pakketjes. Het nadeel is dat de gamesindustrie heel goed is in psychologie. Dat is ons werk. Wij proberen dingen te maken die mensen leuk vinden. En daarvoor moeten we mensen ook kunnen sturen naar de juiste opties, de juiste keuzes. En wat heel snel bleek, was dat we ook heel goed zijn in het sturen van koopgedrag. En dat betekent dat het, waar het eigenlijk heel mooi begon, dat eigenlijk heel snel heel naar werd. Het pakketje kost al gauw €25 per stuk. Maar je weet van tevoren niet welke spelers erin zitten. Ja, dan wordt het gokken. Want in principe is het niet heel anders dan bij zo'n machine zitten en aan de arm trekken. En dan hopen dat je 3 zevens krijgt. Eigenlijk doe je dat. Alsof je achter een gokkast zit. Maar hoe werken die lootboxes precies? Het verslavingsinstituut Trimbos heeft FIFA ook bekeken op het gokelement. De gok op de beste speler in de pakketjes. De lootboxes. Nou, het is een heel simpel en bekend werkzaam mechanisme. Hè, variabele beloning. Dus je krijgt heel snel je beloning. Je maakt nu een pakje open en dan komt je beloning er direct uit. Dus je weet direct of je iets gewonnen hebt of niet. Ja, daar zijn mensen gewoon notoir heel erg gevoelig voor. Je duwt op een hendeltje, je krijgt je beloning. Dat is hoe een fruitautomaat werkt. Dat is hoe lootboxes werken. Hè, er zijn onderzoekers geweest die €8000 aan onderzoeksbudget hebben gebruikt om pakjes open te maken. En die hadden vervolgens nog steeds geen Ronaldo. Sterker nog, ze hadden niet eens een speler uit de hoogste categorie. He, dus dat is hoe moeilijk het kan zijn. Ook in Noorwegen is er onderzoek gedaan naar de kans om een topspeler te winnen. Bij FIFA is de kans maar 0,11% dat je de topspeler Mbappé in dit pakketje hebt zitten. Eén zo'n pakket met 2000 FIFA-punten kost minimaal €20. Gemiddeld moet je 1,7 miljoen punten uitgeven om Mbappé te krijgen. Omgerekend is dit ongeveer €13.500. Dus, als jij een topspeler wilt krijgen, moet je of heel veel geld betalen of heel veel geluk hebben. Nu is het wel zo dat ruim 95% van de mensen die het speelt, gratis speelt of een klein beetje geld uitgeeft. 5% van de mensen, die geeft echt heel veel geld uit. Trouwens, vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en like deze video. En dan is de volgende vraag natuurlijk, worden die mensen die zoveel geld uitgeven, worden die goed beschermd? Want dat zijn niet alleen mensen die heel veel geld hebben. Dat zijn ook mensen die zichzelf niet zo goed kunnen beheersen. Of jongeren die stiekem spelen. Ja, en daar zien we heel erg weinig bewijs voor dat deze mensen goed beschermd worden. Games haalden voornamelijk hun winst uit het aankoopbedrag van het spel. Dit is niet meer zo. Je kan nu aankopen doen in de spellen om bijvoorbeeld betere spelers te krijgen. Er is maar een kleine groep spelers die dit fanatiek doet. Dit worden whales genoemd. Deze whales nemen 2-5% van alle spelers in beslag, maar zijn goed voor meer dan 50% van de inkomsten. Bijvoorbeeld hier op dit scherm, je hebt een aantal opties waar gewoon al wordt gezegd van ja, dit is de goedkopere, dit is de duurdere. Dit zijn de winter zeldzame spelerspakketten. Dus er wordt eigenlijk met tijdsdruk gespeeld, er wordt met opties gespeeld, er wordt met zeldzaamheid gespeeld. Maar eigenlijk het overkoepelende effect is, maar dat wil jij toch ook? Yes mensen, Team of the Year is begonnen en dit jaar gaan we er weer een ongelooflijk spektakel van maken. Kunnen we het record van vorig jaar verbreken met 3 Team of the Years en 3 Sissoko? Ook buiten het spel wordt eraan gewerkt. Er zijn online persoonlijkheden, influencers, die voor de lol gewoon enorme pakketten kopen. En dan ook op de livestreams waar de jeugd naar kijkt. En dan gaan we natuurlijk pack openingen knallen. Gewoon 100 van die pakketten gaan openen om te kijken wat er dan in zit. En om te laten zien, om dat ene shot te krijgen van die zeldzame speler. Toch is het kopen van lootboxen en hopen dat je dan Mbappé of een Messi krijgt anders dan gokken.
In ieder geval volgens de wet. Op Europees niveau wordt er nu gekeken hoe dit kan worden aangepakt. Op Europees niveau is belangrijk dat wordt gedefinieerd dat wat lootboxen zijn eigenlijk gokken is. Ik denk dat als we dat kunnen afstellen, dan komen de reguleringen die aan de gokindustrie vastzitten, komen aan games vast te zitten. En dan moeten ze het eigenlijk voor een videogame onaantrekkelijk maken om daaraan mee te doen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik dan op de link hieronder. Tot later.